Muziek, theater en dans op het Zuidwaterliniefestival. Overleden NAC-spelers die werden geëerd met een graffiti-kunstwerk. En het Bredase fietsmagazine Chase dat werd gelanceerd. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij u vanavond graag de Bredase gebeurtenissen van de afgelopen week zien. Muziek, dans en theater op bijzondere locaties langs de Zuidwaterlinie. Dat is het concept van het nieuwe Zuidwaterlinie Festival. Terwijl bezoekers op veldtocht gingen, werden ze verrast door diverse optredens langs de route. Het theaterstuk Gelukzoekers maakte diepe indruk op het publiek. Op 8 en 9 april vond het Zuidwaterlinie Festival plaats. Deelnemers wandelden een route langs bijzondere locaties van de Zuidwaterlinie. Op meerdere plekken werden zij verrast door optredens van toneelspelers, zangers, muzici en dansers. Elke voorstelling van 15 minuten liet de bezoeker zien hoe mensen grenzen opwerpen, verleggen, bewaken en oversteken. We zijn onderdeel van het Zuidwaterlinie Festival en we hebben net de tweede voorstelling gespeeld, dus ja, dat ging goed, was lekker. De voorstelling zag er heel erg leuk uit. Waar was jullie act op gebaseerd? We zijn vooral gaan werken hier vanuit de locatie, Kasteelplein. Dus KMA ligt hier aan. Zuidwaterlinie, dus we zijn heel erg gaan kijken naar de geschiedenis van Breda, maar we hebben het niet super letterlijk genomen, veel meer vanuit... Wat doen militairen nou en hoe ziet de militaire oefening eruit en hoe kunnen we dat uitbouwen naar beweging die voor ons weer interessant is en die hier op deze locatie werkt. En weet je wat het met jullie is? Jullie zijn gewoon met te veel. En dit is ons geluk. Onze welvaart, onze euro's. Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb met deze gasten hier achter mij heb ik een korte voorstelling gemaakt. Het zijn vier mannen uit Syrië. En we hebben een voorstelling gemaakt over de dingen waar zij hier tegenaan liepen in Nederland. En met de taal vooral, dat ze heel erg aan het struggelen zijn. En daar hebben we een korte voorstelling over gemaakt. Ik vond het heel tof om te zien. Hoe was het proces om die voorstelling in elkaar te zetten? Moeilijk. Wat je ook in de voorstelling ziet, zijn dan stukjes... Ja, waar ik zelf met mijn handen in het haar zit van ja, hoe ga ik dit aan jullie uitleggen? Want naast dat we letterlijk een taalverschil hebben, hebben we ook in theatertaal, spreken we een andere taal. Dus als ik bijvoorbeeld iets heel abstract wilde neerzetten, dan begrepen zij dat niet. Of dan dachten ze van ja, maar waarom zouden we het zo doen? Dus dan moest ik heel erg, ja, dat kostte veel tijd. Maar, En hoe is het voor jullie, of met name voor hun, om hier vandaag te staan? Ja, heel leuk. Echt heel leuk. Want nu pas... merken zij zelf dat het zo aanslaat bij het publiek. Dus dat is heel gaaf om te zien dat zij daarvan opbloeien en dat de mensen, het publiek reageert zo leuk. Dus ik ben helemaal blij. Terwijl de ene afgelopen week geraakt werd door theater, werd de ander geëmotioneerd doordat de overleden NAC-spelers Dominique Deroux, Ferry van Vliet en Andro Knel werden geëerd met een In Memoriam Graffiti. Voetbalclub NAC eert haar overleden spelers Ferry van Vliet, Dominique Deroux en Andro Knel met een kunstwerk in het stadion. De graffiti-schildering van de Bredase Robin Nas is te zien onder de B-side. Hadden jullie dit verwacht? Nee, we hadden dit niet verwacht. Nee, niet sowieso. Het initiatief het kwam wel voor ons heel onverwacht natuurlijk, dat het speelde. We wisten wel van inderdaad Andro Knel wel kan, maar niet van het initiatief van Robin Nas, dat hij dat zou doen. En het feit dat we, als je dan op een gegeven moment hoort hoe dat tot stand is gekomen... en dat op basis is van het geld van de supporters... die dat meer dan 24.000 euro bij elkaar hebben verzameld... dat een gedeelte naar de jeugd is gegaan van NAC... dat het gedeelte is voor de supporters van NAC, voor een bus... en voor deze drie jongens. Ja, dat is gewoon magisch. Ja, het is echt kippenvel eigenlijk. Het is echt supermooi. Ja, dat je dan zeg maar ziet dat die dan... nog zo bezig gehouden wordt door mensen. En dat hij nog
zoveel betekent voor mensen. Ja, dat is gewoon, er zijn geen woorden voor eigenlijk. Het is echt fantastisch. Ja, ik ben ze heel erg dankbaar dat zij dat organiseren en dat ze de supporters nu ook dit voor elkaar gekregen hebben, die schilderingen. Ja, het is fantastisch. Hij is er gewoon, hij leeft, weet je. Ja. Ja. Hij is allemaal niet hier, maar hij is er toch. Prachtig. Het gaat verder dan mooi en verder dan prachtig. Verder dan mooi dan verder dan prachtig. Hè? Ja, heb je mooi gezegd. Mooi gezegd. Ja. Ja. Dankjewel. Breda is sinds deze week de eerste stad in Nederland met een eigen fietsmagazine. Fietsmagazine Chase is een magazine over hoe fietsen ons vooruitbrengt. Chase brengt alledaagse verhalen die een verfrissend beeld geven van Breda en nodigt je uit onderdeel te zijn van het leven in de stad. Afgelopen week werd het Bredase fietsmagazine Chase gelanceerd. Dit magazine is een initiatief van Nanda Verpalen en Bas Meijerink in samenwerking met 076 Fietst. We kunnen verhalen van mensen op de fiets, gewoon dagelijkse ritjes verwachten. Breda Bosstraat, Fietsstraat, het fietsbeleid van Breda. En je kan ook Breda, zoals je mensen die voor hun beroep eigenlijk fietsen, een funpagina voor kids. Maar ook als je fiets opgehaald is door de stads, hoe noem je het? Van het stadsdepot, als je fiets kwijt bent, hoe dat in zijn werk gaat. De wereld ziet er altijd mooier uit vanaf de fiets. En ik denk dat het magazine een mooie vertaling is van saai fietsbeleid in een aantrekkelijk verhaal voor de stad. De fiets brengt ons vooruit op dagelijks niveau, maar het gaat ook heel erg over innovatie en hoe wil je leven in een stad, hoe houd je je stad leefbaar. Dat zijn allemaal vragen die nu heel erg spelen en de fiets is daar heel relevant in. En juist doordat je de stad ervaart vanaf de fiets, laat je heel erg zien hoe je wilt leven eigenlijk in de stad. De ervaring vanaf de fiets is een heel waardevol perspectief daarin. De beleidsmakers krijgen hierdoor een indruk van het perspectief van de fietser. En door dat perspectief te bekijken, kunnen beleidsmakers ook daar inzichten uit halen. Van hoe je een stad beter toegankelijk en fietsbaar en leefbaar maakt voor mensen. Waar kunnen mensen straks het magazine vinden? Je kan het vinden bij de fietsenstallingen, in cafés, bij de bibliotheek, dat soort plekken. Dus fietsen gaat ook over duurzaamheid, over mobiliteit, over gezondheid. En die thema's raakt het allemaal en dat is wat in het magazine terugkomt. En verdere ambities van het magazine, wat zijn jullie plannen? We willen natuurlijk ook dat het voort blijft gaan eventueel op internet met een blog of een vlog. Dus dat je eigenlijk die verhalen van die mensen gewoon kan blijven volgen. Want je kunt ze toch nooit allemaal in een magazine kwijt. Dus dat is eigenlijk wel wat we ook nog verder willen. In dit weekoverzicht kijken we ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Een kort overzicht. Explosieve stijging aantal boetes op Noordelijke Rondweg Breda. Vorig jaar waren de flitspalen op de Noordelijke Rondweg goed voor ruim 2900 bekeuringen. Dit jaar zijn er ruim 8200 bekeuringen uitgedeeld. 90% werd opgelegd vanwege te hard rijden, de rest voor rijden door rood licht. Vredefontein met verder nog onduidelijke viering bij Vrede van Breda. Bij de viering van 350 jaar Vrede van Breda komt er van 16 juni tot 16 juli waarschijnlijk een vredefontein in de stad te staan. De aftrap voor de herdenking van de Vrede van Breda is medio juni. 2 maanden voor de start is nog weinig duidelijk over de activiteiten die dan plaatsvinden. Officieel is alleen bekend dat in het Stedelijk Museum Breda een tentoonstelling komt. Het fonteinproject is nog niet door de gemeente zelf naar buiten gebracht. Watersportcentrum Galdensemeren, stapje dichterbij. Burgemeester en wethouders van Breda staan achter een haalbaarheidsonderzoek voor het plan van een watersportcentrum bij de Galdensemeren. Ze willen daarvoor een overeenkomst afsluiten met de initiatiefnemers. Het plan omvat een watersportcentrum met restaurant, een terras met de uitstalling van een beachclub, een kabelbaan voor wakeboarders en waterskiers en parkeergelegenheid. Breda wil basisschoolkinderen 1,5 kilometer per dag laten lopen. Wethouder Paul de Beer van Sport gaat Breda's basisscholen enthousiasmeren voor de Daily Mile. In dit project bewegen basisschoolkinderen dagelijks 1,5 kilometer. De achterliggende gedachte van dit project is dat kinderen na een kwartiertje bewegen beter presteren in de klas en dat het fysiek gezond is. Het project is in andere steden al omarmd. HBO Intro Festival stopt in huidige vorm. Gezamenlijke introductie. Gemeente Avans en NTV kiezen voor een andere opzet van de introductie van studenten. Hierbij zal het huidige HBO Intro Festival komen te vervallen en zal er een feest worden georganiseerd gericht op alleen eerstejaars. Ook zal het feest in tegenstelling tot voorgaande jaren plaatsvinden buiten de binnenstad. Natuurlijk hebben we deze week ook weer een foto van de week.
Deze foto is gemaakt door Roselinde Bon en hebben we ontvangen van In Breda. Met nog 6 weken te gaan komt het Breda Jazz Festival alweer dichtbij. Bart Wouters, voorzitter van het festival, legt je uit wat de belangrijkste veranderingen zijn dit jaar. Breda Jazz Festival vindt dit jaar plaats van 25 tot en met 28 mei. Voorzitter Bart Wouters vertelt ons alvast wat de grootste veranderingen dit jaar zijn. Ja, er is ons natuurlijk deze week een bericht ter oren gekomen dat er een toch wel belangrijke verandering is dit jaar. Dat de spiegeltent afwezig is. Kun je dat nog even toelichten? Dat kan ik. Ja, dat klopt. De spiegeltent is afwezig. Daar hebben we heel lang tegen aangehikt. En dat heeft uiteindelijk ook echt wel te maken met financiële overwegingen. Zo'n spiegeltent er weer neerzetten kost geld. Daar moeten we keuzes in maken. Het zij zo. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk de crisis allemaal gevoeld. Evenementen zijn eigenlijk een beetje als laatste in de lijn. Met bedrijven gaat het alweer goed. Evenementen komen er achteraan. Dus we kijken ook echt wel met een gematigd positivisme naar de toekomst toe. Maar dit jaar is het echt nog even de broeksriem aan en aantrekken en de adem inhouden, zeg maar. Maar dat gezegd hebben, dan gaan we een heel mooi festival tegemoet. Alleen moeten we keuzes maken. De spiegeltent komt te vervallen. Maar wel nieuwe locaties. Precies, inderdaad, daar wilde ik naartoe. Mooie nieuwe locaties. Met pijn in het hart dat de spiegeltent wegvalt, moet ik erbij zeggen. Maar goed, hij heeft er ook 20 jaar gestaan. En daar komen een aantal mooie nieuwe locaties voor terug. Namelijk, we gaan jong talent presenteren in Proost. Een discotheek in de Vismarktstraat. Waar jong talent zichzelf mag bewijzen. Hè? Van ja, wij willen op de podia van het Breda Jazz Festival staan. En dat mogen ze. Maar laat ze zich maar eens bewijzen. En dat gaan we doen in samenwerking met de muziekschool, met Nieuwe Vesten. Daarnaast een andere discotheek. Discotheek Kerkplein. Aan het Kerkplein. Nou, heel raar. Gaan we omdopen tot de Breda Cotton Club. Ja, daar gaan we ook een aantal hele mooie concerten. Ook een dans, de dansavond gaan we daar doen. Die is super mooi ingericht. Mensen die er geweest zijn, die hebben daar meteen een beeld bij. Ik heb dat toch wel echt. Het heeft mij even geduurd. Ik moest even wennen aan het idee. Maar ik word echt per dag enthousiaster. Het blijft een jazzfestival. Maar het feit dat we daar de jazzmuziek naartoe brengen, is natuurlijk wel iets heel moois. En dat dat een mix is met modernere stijlen, dat mag. Dat is misschien nog niet nu zo, maar ik zie dat best in de toekomst gebeuren. Maar het feit dat daar dat ook zulke soort locaties openstaan voor het jazzfestival. En ook zeggen van joh, kom naar ons, wij hebben wat te bieden. En wij willen jullie heel graag in huis hebben. Ja, dat is wel heel mooi. Er komt een heel mooi festival aan, ja. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Straks kunt u nog kijken naar onze rubrieken Mijn Plek, Werk aan de Winkel en Vraag op Straat. Mocht u nog meer van Breda Nu willen zien, dan kunt u natuurlijk kijken op onze website of op onze social media kanalen. Voor nu wens ik u een fijn paasweekend en graag tot volgende week.